Hallo allemaal, wat leuk dat je luistert. Vandaag bespreken wij het leven van Pi, een verhaal van Jan Martel, een heel fantasierijke roman over Pi Patel die overleeft op de grote oceaan samen met een tijger, hyena, zebra en orang-outang. Wij vertellen je er alles over. Heel veel luisterplezier. Zo, het is even geleden dat ik hier geweest ben, maar uh, we zijn weer terug en. Uh... Dit keer gaan we het hebben over het, uh, het leven van een bepaalde jongen. een hele specifieke jongen genaamd, ja. uh, genaamd Pi. Zeker. Het leven van Pi. Wat is nou het laatste boek? Oh ja, uh, de avond is ongemak. Hè? De avond we ongemak, hè? Ma Marie Lucas. Ja. Dit is wel, uh, dit is wel andere boek. Totaal poek. anders, ja, zeker. <laughs> en heel toepasselijk, we zitten hier ook met onze dierentuinmokken. Dus. Ja, dat, van uh, Wildlands. Uh, ja. <laughs> hey, hey, hoe wild kan je het Mocht krijgen? Mocht je in Trenten zijn, ga erheen. Ze hebben een hele mooie dierentuin. En hele leuke theemokken waar heel veel thee in past. Hoeveel Zomaar. zou het zijn? Ik denk het zal bijna een halve liter zijn, denk ik. Dus als je het winkeltje binnenloopt, dan heb je vrij snel door welke. In M is dat. Welke mokken het zijn, zeg maar, die wij hebben. We hebben niet de kleine theekopjes, we hebben de huge mokken met een giraffe of met een uh, ijsbeer. Of twee ijsberen er eigenlijk op. Maar, die twee dieren zitten helaas niet in dit verhaal. Maar wel bij dierentuin niet in het verhaal. <laughs> dus ze uh, zijn een beetje in de sfeer. Ja, want. Wat een boek. Ja, wat een boek inderdaad. Hoe, jij had hem volgens mij ontdekt. Jij las het voor volgens mij de, de grap... flaptekst. Ja, we, had, we hadden niet eens zo heel lang een, een, een relatie. kwamen we dus net achter uh, of net achter, maar toen erachter laatst. En, en in toen 2012. We, in 2012 was dat. Toen en, hadden we net een relatie. Toen ja. gingen we inderdaad. We gaan af en toe wel eens naar de bios en zo. Uh, en toen gingen we ook naar de bios. En toen zaten we te twijfelen tussen een andere film en Life of Pi, want die was toen ja. niet in de bioscoop. Ik kwam heel goed herinneren um, nog. Ja. Ik weet, en ik weet gewoon niet meer in welke films zijn was toen werkelijk wel zijn geweest. Was het echt 2012, december? Ja, of ik zo? Weet, ja, zoiets. Zoiets. Of misschien begin in 2013, maakt het er niet zo heel veel uit. Nee, hij is um, wel in 2012 uitgekomen. De ja. film van Ang Lee heeft hem geregisseerd. Ang Lee heeft hem geregisseerd. En we hebben zelf ook al eens Broadback Mountain ook van Ang Lee. We hebben natuurlijk wel eens gekeken. En die uh, dit dat is vonden we allebei een wel een goede film. Film voor in de bioscoop, denk ik. En dit is ook een gaaf bioscoopfilm. En ik we gaan het eerst ook wel een of andere reden zijn we daar toen niet naartoe gegaan. Maar daardoor wist ik wel van, hé, hey, dat is nog een boek. En toen kwam ik hem op een gegeven moment tegen. En toen dacht ik, hé, hey, um, dit is misschien wel leuk om te doen voor de podcast, want nou ja, we hebben weer een, het, het is weer dus de combinatie van boek en film en um, nou ja, ben benieuwd. De me, de mensen zijn altijd best wel positief over die uh, over, de, over het boek en over ja. de film. Nou ja, die heeft ook allemaal prijs gewonnen en zo. Dus ik, ja, we waren, ik was wel weer gewoon heel erg benieuwd. Had, had, jij, had jij had jij wist je überhaupt dat het gebaseerd was op een boek toen toen we naar die film misschien zouden nee, gaan? of niet? Wist ik eigenlijk niet. Nee. En uh, ik was ook wel blij dat er in het Nederlands uh, op stond op Storytel. Mijn Engels is nou niet al te best. Uh, Jan Mart Jan Martel is een schrijver. En ik er nog niet echt iets van hem. Maar toen ik een beetje over hem ook ging lezen, toen bleek ook dat hij echt met dit boek wereldwijd uh, een beetje is doorgebroken. Ja, wat Al wel, in 2001 ook. Ja, wat wel grappig is natuurlijk. Want het, het boek begint eigenlijk met, met Jan Martel, of hoe je het wil noemen. Vanuit uh, zijn vanuit schrijfperspectief. Vanuit en hij heeft net een boek uitgegeven. En die was redelijk populair, dus had dat geld. En toen dacht hij. Nou, hey, dus waar blijkbaar ga ik weer heen? niet zo populair. Tenminste, dat schrijven alle recensenten. Dat hij daar dus niet mee is doorgebroken. Maar nee, klopt. het leven van Pi blijkbaar wel. Ja, maar goed. Hij begint natuurlijk in het boek een beetje met dat hij wat geld heeft. En dan gaat hij denkt hij, oké, okay, maar waar kan ik lang uh, doen over een boek schrijven? En is leven goedkoop? India. Dus wat gaat hij doen? Hij gaat naar India om daar zijn boek te gaan schrijven. En daar begint het verhaal. En... Ja, precies, en dan ja. eigenlijk krijg je een, een non-fictie, stroomt een beetje door in fictie. Ja, dat sowieso. Dat is wel echt heel, is, ook voor het hele verhaal. Dat is precies over het hele verhaal. Want, dat is natuurlijk al een beetje een metafoor voor de rest van het verhaal. Want Eigenlijk alles wat er gebeurt het, in het zit boek, vol met metaforen. Het zit vol met metaforen en alles is een beetje ja, is het fictie of is het non-fictie? Uh, om want, het zomaar te zeggen, ja, daar speelt hij een beetje mee. Als je ook, jij las het dus voor de achterkant van het boek, waar het dus over gaat. Als je denkt, nou, is het wat voor mij of niet? Wat je dus leest is dat het een ongelofelijk verhaal is over een Indiaas jongen, Pi. Uh, Piscine uh, Patel, Patel heet die geloof ik, ja, ja. Die namen lijken een beetje op elkaar van de schrijver en de het personage. nee. hee. En die, uh, nou, zijn ouders hebben een dierentuin in India in Pondicherry geloof ik. En ze gaan dus op een goede dag verschepen. met de hele dierentuin, alle dieren, naar Amerika geloof ik. Ja. En nou daar. Op beurt iets verschrikkelijks, dat schip, uh, dit klinkt als een spoiler, maar het staat ook gewoon op de achterkant dat het uh, nou ja, ja, dat is natuurlijk een beetje bijna het begin van het boek. Dit is eigenlijk hè, dus we, de echt eerste intro en dan eigenlijk uh, leidt het, uh, wordt de schipbreuk, schipbreuk, ja, schipbreuk geleden. geleden. Um, en dan eigenlijk de rest van het boek. Hij overleeft alleen ja. het, um, nou zit ja, hij, op een boot? hij is de enige overlevende um, persoon samen met een tijger, een hyena, een, en zebra, een zebra en een orangutan. En, en ja. ik vergeet nog iets, geloof ik. Nee. nee. Nou ja, er komen nog wel heel Niet veel dat vissen zijn zeg maar de, en zo aan bod. Ja, er komen nog wel wat andere dieren. Maar, maar in basis, dit zijn de dieren waar het om gaat. Ja. Maar dat is dus heel kort samengevat wat je kan verwachten van het verhaal. Maar ja, het is, ja. Het is een buitengewoon verhaal. Ik had nog nooit zo'n verhaal gelezen. Nou, de grap is ook dat hij in India aankomt eigenlijk. En dan gaat hij natuurlijk een boek schrijven zo. En op een gegeven moment geeft iemand dan een hint van... ...hé, hey, je moet even daar en daar heen. En dan komt hij dus in contact met dus die, uh, die pie en die gaat dan eigenlijk en die zegt dan ook eigenlijk van nou dit, dit verhaal ga je niet geloven um, maar weet je wel uh, luister maar naar me. kijk maar wat je ervan vindt en dan en begint het boek de bekende zin over dit verhaal door dit verhaal ga je in God geloven en de schrijver ja. was voordat hij begon met dit verhaal atheist, geloof ik. Dus hij was al heel sceptisch. Maar nou ja, dat, dat is dus een beetje wat iedereen zegt over dit verhaal. En in elk geval, je hoeft niet per se God te gaan geloven, wordt gezegd. Maar je gaat in elk geval wel geloven in de kracht van goede, mooie verhalen. Dat is in ieder geval zijn intentie. Ja. Dat en is... is dat gelukt, is de vraag. Dat gaan wij jullie nu vertellen. <laughs> of of nou, wij ja. in dit verhaal geloven. Want ja, ja. Waar, waar gaan we beginnen? De eigen, um, ja. Ik echt. zit te denken, het begint wel vrij vrolijk. Allemaal in India, hè? Ja, ik denk, kijk, hij is natuurlijk gewoon jong en, en het leven is, gaat hem goed, eigenlijk. Hè? Dus hij, pie? Zijn, hè, pie van, die, het leven van Pi gaat eigenlijk beter wel? dan, denk ik, de gemiddelde persoon in India op dat moment. Want we hebben het over natuurlijk al best wel oh, een ja. tijdje geleden. Hij is natuurlijk, ja, wordt niet echt specifiek gegeven. Bij, 1960 maar, of zo? Ongeveer de jaren maar, 60, inderdaad. 70, want want, want de, de, zeg maar, de, de dierentuin wordt geopend op het moment dat, dat Frankrijk eigenlijk... Uh, zich terug, terugtrekt uit dat gebied van India. Dus volgens mij is dat 56 of 58 dus Oh ja, daar gaat omhoog. het over, ja. Dus, oh goed, het dierentuin bestaat al even natuurlijk. Um, als als, als Pia daar rondloopt met zijn broertje. Leven is goed, et cetera. Is dat maar, ook de reden dat ze een soort fascinatie hebben voor Frankrijk? Want hij is natuurlijk vernoemd naar een... Piscine, een zwembad Precies. uit Parijs. Ja, dus een van zijn, 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 ja, zijn suikeroom, om het zo maar te zeggen. Het was die. niet zijn officiële oom, maar een oom, een wat rijkere vriend oom. Vriend van de familie. Vriend van de familie, die inderdaad, Frank, of dat gedeelte van Frank van India was een Franse kolonie. Dus die persoon reisde heel vaak terug naar Frank, af naar Parijs. En weer terug naar India heen en weer. Want dat was een zakenman die in beide gebieden uh, dat deed. En die was gek op zwemmen. Pi was ook gek op zwemmen, dus die hadden een speciale bonding. En hij had geweldig verhalen over zwembaden ja. wat dus ook voor die mensen in India volgens mij een beetje een droom was want dat had je waarschijnlijk helemaal niet want dan vertelde hij over ja het was helemaal schoon en je had allemaal mooie restaurantjes op het zwembad en kleedhokjes en dat dat ja, was daar het... helemaal nog niet was natuurlijk heel arm denk ik. Ja precies het was heel arm maar hij laat inderdaad hij hij want je zegt nu het, 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 het schone zwembad en het is ook wel een beetje de beeldende manier hoe de, het, het geschreven is, weet je wel. Op een gegeven moment inderdaad, volgens mij voor jij die ook heel grappig. Uh, over, over die koffie? <laughs> over dat je, het ene zwembad was zo schoon dat je de kopjes koffie van, uh, van het water kon drinken. En over, de ander, over het andere zwembad vertelt hij dan, van uh, daar dreven zoveel roggels in rond, het leek wel of je tussen de kwal aan het zwemmen was of zo, weet je. Dus heel, die zin over die koffie beeldend. zit ook letterlijk in de film, maar dat is wel leuk. Ja, heel beeldend naam. wordt het omschreven en er zit ook een stuk, er zit best wel, uh, best wel wat humor in het boek. Uh, ik was ja, in het begin een beetje bang dat het heel religieus? serieus en heel droog zou worden. En dat die ja, dat een beetje, dat, dat, ja, dat viel uiteindelijk wel mee. Je een heel religieus verhaal ook, toch? Of niet? Dat het zeg maar heel ja, een er soort... Ja, ik moet zeggen, en die, die scène we dan toch een beetje ook de vergelijking maken met de film. In de film zit die hele scène ook gewoon niet. Er zit in, Welke? relatief in het begin van het boek zit een scène met een atheïst. Heel duidelijk wordt dat neergezet in, het, in de dierentuin... waarin uh, Pi volgens mij een, een, een hok aan het schoonmaken is. En dan waarin een atheïst soort van schreeuwt tegen hem... van uh, ja, wat ben je in vrede zomaar aan het doen met je leven... want uh, er is toch geen God en zo. En dan wordt een soort van atheist wordt, wordt heel erg afgeschilderd als een soort van... Ben jij nu niet in de war met die leraar die atheïst is... En die heeft hem toch juist weer geïnspireerd? Of is dat weer een andere scène? Dat is een andere scène. Er zit iemand in de dierentuin, een man okay. in de dierentuin, die daarna tegen hem zegt van, er is geen god, en er is dit niet, en er is dat niet, en er is dus niet, en waarom doe je dit, en waarom doe je dat? Um, dus, uh, dat is een beetje, uh, ja, het is bijna een karikatuur van een atheïst, om zo maar te zeggen. Want verderop in het verhaal kijkt hij dus wel weer heel erg op tegen iemand die toevallig ook atheïst is. Die heeft ja. hem wel weer geïnspireerd, want hij is ook weer heel geïnteresseerd aan de ene kant in theologie. Dus ja. in het uh, zeg maar over God en de verschillende religies. Maar aan de andere kant is ze dus ook weer gefascineerd door de biologie en de dieren. Ja, uh, ja dus het is een beetje, is een, be een, beetje van beide, een beetje van beide. Maar goed, uiteindelijk, uiteindelijk lijkt dat al mee te vallen. En, en komt er gelukkig wel wat, uh, wat, wat speelsheid uh, in het verhaal. Dus dat want is op welk gelukkig moment? Wel. Ik ben wel benieuwd, want jij was in het begin een beetje dat je dacht, oeh, is het wel wat voor ons? Op welk moment had jij zoiets van, oh ja, ik wil nu wel doorlezen. Of dit spreekt me aan. Ik of moet dit... eigenlijk zeggen dat pas na de schipbreuk, eigenlijk, dat ik dacht van oké, okay, dit. dit Begint interessant te worden. Ja, daarvoor zaten wel een paar scènes, zoals ik zeg, met dat zwembad en zo. Dat was nog wel oké. Okay. Maar daarvoor vond ik het echt een beetje slepen. En ik echt dacht van, oké, okay, dit, dit is. Je vond het saai, of wel, wat vond je er slepend aan? Ja, het, het, het 13 in het design. En, en het voegt niet heel veel toe. En, en ja, ik vond, het niet, ik vond het gewoon echt niet heel bijzonder eigenlijk. Oké. Okay. Eigenlijk pas op het moment dat hij op. Uh, dat die schipbreuk leidt. Um, wat eigenlijk gebeurt, he, dat, dat, hij zit op een Japanse boot. Die, die gaat stuk om de een of andere reden. Dat wordt verder ook niet echt uitgelegd. Hij wordt eigenlijk in een reddingsboot gesmeten... Uh, met de dieren, hè, wat je net al zei... met die, met die zebra, et cetera. Ja, en heel veel, nog heel ja? veel één stukje over daarvoor. Ja. Um, maar, ja, ik vond het inderdaad... Ik snap wat je bedoelt. Het, is, het, was ook echt, het, het verhaal maakt een soort metamorfose door. Want voor... Schipbreukkeoloog, natuurlijk ook, is alles koek en ei vrolijk. Hij zit wel te worstelen met: wil ik nou een Hindoe zijn, wil ik een Christen zijn of wil ik een Moslim zijn? Daar zit hij een beetje mee te worstelen. Maar ja, verder, hij wil, het, hij wil het eigenlijk gewoon alle drie zijn. En... Hij wil eigenlijk gewoon God liefhebben, zeg maar, zegt hij ja. op een gegeven moment ook in een discussie. Uh, en het grappige is trouwens dat zijn vader gelooft hem ook helemaal niet in God. Maar in elk geval, ik vind wel dat die schrijver heel beeldend beschrijft hoe hij dan rondloopt in de dierentuin met al die. Uh, exotische dieren, dat de leeuwen hem wakker schreeuwen of brullen ochtends en, en die gekleurde vogels. En ja, dat, dat vond ik dan wel nog goed eraan, maar dat okay. had jij dus iets minder. Maar dat, dat mag natuurlijk. Ja, dat uh, zeker zeker. Ja, ik, uiteindelijk... ik vond het wel uh, kleurrijk uh, uitgelegd. Door de ja, maar ik vond, ik vond zeg maar de, de, de personen te veel karikaturen. Iedereen was heel eendimensionaal. Zijn vader ja, was okay. echt gewoon: oké, okay, dat is de, de ongelovige vader die in dierentuin is gestart en bla bla bla. En uh, Pi is heel erg de soort van uh, ruimdenkende en vrolijke. En, weet je, en iedereen was heel erg zo in hokjes gestopt, waardoor er helemaal geen dynamiek was. Uh, mensen, ik had ook het idee dat mensen bijna elkaar niet. Hè? Net als hij heeft het dan over die oom en die vader, maar er is geen enkel moment dat daar ook wat echt daadwerkelijk een interactie daartussen zien. Hij heeft het over de oom en hij heeft het over die zwembaden, maar. Echt, de leren we nooit echt. Iedereen. Het is meer een soort iemand vertelt over zijn leven. Ja. Dat is het ook echt. Maar probeer er echt doorheen te racen, omdat eigenlijk het verhaal daar niet over gaat. En dat moet ik er wel bij zeggen. Maar goed, ik weet niet of dat heel veel verschil maakt. Wij hebben dus. Uh, wij luisteren heel veel op Soortel. Trouwens, een hele fijne voorlees vond ik. Kees Hulst, volgens mij. Hendrik Groen. Die ja, acteur. precies, ik ben het zeggen. <laughs> maar het was wel een iets verkorte versie, kwam, kwamen we later achter. Dus ik. Ja. Misschien ja. dat we hele essentiële dingen gemist hebben, maar dat, dat zal ik wel meevallen. Idee, ik heb het idee dat het wel meevalt. Um, Anders zullen ze het niet inknippen, uh, maar. Maar, goed, uh, ja. maar dat is ook niet de focus, hè? want de focus op het boek ligt natuurlijk heel erg op het moment na die schipbreuk. Ja. Het, het schipbreuk. Dan komt meer gaat, dus wat ik net zei, Hij gaat dat die reddingssloep in, een paar van die dieren komen mee. En eigenlijk drijft hij dan in zijn eentje rond op de oceaan. En dat duurt dan uiteindelijk volgens mij 227 dagen, als ik het goed zeg. Ja. Um, ja. En die reddingsloep, het is ook helemaal onduidelijk waarom dat schip zinkt. Hij is helemaal alleen, volgens mij krijgt hij die reddingsloep nog aangeboden uh, zeg maar, van een van die bemanning, die hij ook niet verstaat, want die spreekt een hele andere taal. Later denkt u nog, volgens mij hebben ze hem gewoon expres in die reddingsloep gegooid, want er zit blijkbaar een hyena in. Oh ja. jeetje, nou ik heb echt nog nooit een verhaal gelezen over een hyena. Je kan wel <laughs> merken dat de schrijver, nou ja tenminste voor mijn idee weet hij veel af van dieren. Dat is wel ook leuk, vind ik zelf. Het wordt best wel vaak afgewisseld, het verhaal met ja, wetenswaardigheden over dieren. Uh, en en beetje, ook over religies ja, natuurlijk. Hè? En dus religies is, is een, een beetje een combinatie, ja. Er is best wel wat research gezeten, denk ik, in, uh, in het boek. Uh, dus dat is, zeker, uh, dat is zeker wel goed. Er wordt niet zomaar wat uitgekraamd. En over. ook gewoon grappige dingen over dat mensen bepaalde ideeën hebben over dieren die hij dan weer onderuit haalt, zeg maar. Uh, bijvoorbeeld dat dieren dan niet aanvallen om je, omdat ze hongerig zijn, maar omdat je hun territorium binnenkomt. Dat soort dingen wordt een beetje ja. uitgelegd. En blijkbaar gebruikt hij dus ook best wel veel dieren in andere verhalen als gewoon metaforen. En hij zegt, ja, ik vind dat gewoon een hele fijne, actieve, effectieve manier om dingen te vertellen ja. uh, aan de hand van dieren. Hij zegt, ja, waarom wordt dat eigenlijk niet meer gedaan in uh, volwassen boeken? Want je hebt... Uh, kinderboeken, nou ja, daar heb je natuurlijk heel veel dieren in. Maar ja, de schrijver mist blijkbaar in, in boeken voor volwassenen gewoon een beetje het gebruik van dieren, want hij vindt dat juist uh, echt een toevoeging. Ja, dat snap ik aan de ene kant wel. Dat is een, is een goed punt, want dat maakt het boek natuurlijk ook wel bijzonder. Ik moest gelijk denken aan Animal Farm. Uh, maar ik moest inderdaad... <laughs> <animal> <laughs> maar dat farm waren is natuurlijk dus ook... wel weer niet zulke exotische dieren, maar wel goed. Ja, gobbiek, maar... precies. Uh, maar daar heb je natuurlijk wel inderdaad gewoon dat er echt dieren worden gebruikt voor metaforen, voor karaktertypes eigenlijk, type mensen om het zomaar een beetje te kom zeggen. En je erachter dat het dus ook zo is, maar dat vond ik niet heel opvallend. Maar nee. komen we zo wel op. Maar um... ja, precies. Maar ja, en aan de andere kant dan de, de tijger heet dan uh, heeft natuurlijk weer gewoon een menselijke naam. Richard Parker. Die heet ja. dan weer Richard Parker. Maar hij ontdekte ook een beetje later dat dat de tijger was. Ik weet niet of of dat ja, wordt wel duidelijk. <laughs> maar ja, wordt wel op een gegeven moment wel duidelijk. Ja, ja. ja, er is dan een naamverandering geweest. Dus die heet dan Richard Parker. Wat de tijger, ja. Ik weet dan niet of ik het nou of dat ook. Ik weet dan niet of ik het nou heel slim vond. Slash vind. Dat hij een menselijke naam heeft het Dat die tijger een menselijke naam, want hij zegt juist ik moet een mens zeg maar waar ik gebruik een dier als metafoor voor voor, voor dingen die er voor, gebeuren. zeg maar een beetje symbolisch. En daarna geeft ja. hij die dier geeft hij een hele menselijke naam. Hij vergelijkt hij eigenlijk een naam. weer een soort van dat hele precies wat je zegt. Op een gegeven moment zit je soms in dat je denkt van oké, okay, heeft het over Richard Parker en oké, okay, maar Richard Parker. Oh ja, Richard Parker is de tijger, niet Misschien iemand in media weer op de boot. Een humoristisch twistje ja, of zo. Ja, denk het. En het schijnt ook dat in vele religies weer dieren een belangrijke rol spelen. Nou ja, dat is natuurlijk zeker in het Hindoeïsme. In het Hindoeïsme heb je natuurlijk. Ja, nee, boeddhisme. In, ja, boeddh of minder. Ik, ik, ben, ik ben niet helemaal de. de ik ben geen theoloog. <laughs> uh, Jodendom, maar christenen. Maar nee, maar ik bedoel, boeddhisme ja. is natuurlijk volgens mij een soort van aftakking van Hindoeïsme. je oh, specifiek... Uh, Boeddha. Uh, 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 in Boeddha gelooft. En Boeddha is oorspronkelijk natuurlijk een mens. Dus wanneer je hindoeïsme hebt, heb je eigenlijk veel meer goden om uit te kiezen. En daar zie je inderdaad heel veel goden met uh, slangenhoofden. Uh, koeienhoofd en dat soort, dat soort zaken, heel veel verschillende soorten uh, hoofden en lichaamsdelen en ook soms combinaties. En de koe is toch ook heilig in India, maar ik weet niet of dat met... De koe is ook geïngen, heilig in India, ja, ja, ook, ja, dat heeft ook inderdaad met... Maar dat is ook, dat is voor mij hindoeïsme ook niet boeddhisme. Maar dat heeft meer met te maken met reïncarnatie volgens mij. Um, dat was trouwens maar, ook wel even iets anders om over India te lezen. Sorry dat je onderbreekt, maar ja, nee, over zeker. al die gerechten en, en die dieren en al die andere namen, weet je wel. Je kon wel echt merken dat de schrijver echt het verhaal in India heeft geschreven, vond je niet? Ja, precies. Ja, dat, dat, dat is inderdaad goed. En dat is met al, bijna alles wat hij wel, dat hij wel redelijk goed geresearched heeft. Um, hoe de vork in de steel steekt. Dus dat, uh, dat, dat is zeker wel goed. Maar het is maar een klein deel in India. wat het grootste decor van het verhaal, wat je al zei, is de grote oceaan. Ja, en precies. Die... Hij dobbert daar een beetje rond. En daar zit inderdaad het spanningsveld. Hè? Dus die Jena en die, en die zebra, dat, gaat natuurlijk, dat is niet de beste combinatie ooit. Een ze ze zitten met z'n allen in een sloep. Want die sloep die is. Ook okay, helemaal niet zo heel groot natuurlijk. Nee, en die hyena die is zeer agressief. Hyena's zijn enorm agressief. Um, en, dus die, en, die, en die zebra die heeft een gebroken poot. Dus dat, dat, uh, dat, uh, nou ja, je voelt hem al een beetje aankomen... wat daar die zebra Die zebra uh, houdt het niet heel lang vol. En tegelijkertijd heb je dan die uruwtang... Uh, oh ja, Sudorange. Die de heet dan uh, Knip ook naar Frankrijk misschien of zo daar. Ik weet niet helemaal. Uh, maar goed, dus dat, uh, dus dat gebeurt. En uiteindelijk eindigt hij eigenlijk samen met die tijger. Uh, eigenlijk met z'n tweeën zijn ze. Dus, uh, dus Pi en, en de tijger uh, uh, met zitten eigenlijk tweeën, met z'n tweeën op, ja. op die boot. Dit, dat, dat is eigenlijk Want het grootste gedeelte. Zeg maar niet. Denk ja. dat Iets voor de helft van het boek ben je daar ongeveer beland. En dan krijg je eigenlijk een, uh, ja, echt een... Ja, een, over, een overlevingstocht bijna. Een soort van Robinson ja. crusoe op een boot, om het zo maar even te zeggen. Dat boek heb jij laatst gelezen, toch? Ik heb laatst Robinson crusoe gelezen, ja. Was het wel overeenkomstig met dit verhaal of niet? Um, nou, nou niet, ik wil niet zeggen veel. Er zitten wel grappige dingen in. Als je Robinson crusoe leest, dan is het ook... Dat is nu sommige dingen een beetje dat je denkt van... Oké, okay, iedereen weet dat want er is internet. Maar daar zitten ook heel veel dingen in dat hij dingen ontdekt, zeg maar. Die waarschijnlijk toen voor lezers heel nieuw waren. En dat heb je hier natuurlijk ook een beetje. Hij vindt hier op een gegeven moment een handboek. Uh, dat is oh, wel een ja. groot verschil. Hij vindt die echt een handboek. Je, die... je overlevingshandleiding. Dus, uh, dat is wel een groot verschil tussen Robinson en Cruiseway. Ik denk dat wat dat wel deels een sterker verhaal maakt, is dat Robinson en zelf ontdekt van, oh, hey, ik loop tegen een boom aan, er valt een kokosnoot uit. Die kokosnoot, hey, die, kan ik, daar kan ik wat op, die kan ik opeten. Dus hij, hij is veel meer aan het ontdekken. Je bent veel meer met het karakter aan het ontdekken. Hier vindt hij uiteindelijk een handleiding waarin staat over hoe hij moet overleven en dat, is dat vind je logisch. allemaal tips van, uh, ja, doe dit wel, doe dit niet. Ja, het is logisch voor de situatie. En hij vindt, weet je, net dan drinkwater. Hè, dat is natuurlijk echt een uitdaging, uh, zou je verwachten. Maar eigenlijk vindt hij al best wel snel. Pi ja. vindt al, eerst vindt hij zo'n blikken met drinkwater die hij kan drinken. Dus dan is het tijdelijk opgelost. En op het moment sluit, eigenlijk dat er ja. een probleem ontstaat, dat hij geen drinkwater meer heeft, vindt hij apparatuur, elektronische apparatuur, waarmee hij... Uh, oh, ja, die... zoutwater kan reinigen of kan zuiveren naar drinkwater. En tegelijkertijd heeft hij ook nog een, een soort van rainwinner. Dus hij, kan, hij heeft uiteindelijk een soort van drie plekken iets. waar hij zoet drinkwater... Dus eigenlijk drinkwater is een soort van één bladzijde een probleem... en daarna is het opgelost. En, Ik vond het wel sneu, want ja, dat, dat moment zeg maar... dat uh, Sjurans, die ourang dan uh, die komt dan eh, vlak nadat het schip heeft gezonken... komt ze dus met een tros bananen, komt ze naar die sloep toe. Ja. En die zaten in een soort net. En Pie denkt dan, oh ja, dat net moet ik hebben. Want daarmee kan ik ja, allemaal dingen beschermen of vangen, of weet je wel. Dus hij focust zich helemaal op dat net. En hij ziet gewoon al die bananen wegdrijven. En dat hij dan ook achteraf zegt, ja, ik heb daar zo'n spijt van. Dat je gewoon niet die bananen, dat je denkt, oh, dan zou je zoveel meer voorraad hebben. Ja, klopt. Want ja nou, dat, dat is een beetje die humor die er af en toe in zit. Het is ja. heel zielig, maar er zit ook wel een soort van... Van wij zijn de pizang, weet je wel, dat ja, soort grapjes ja, het, is of zo. Beetje, het is wel een beetje, er zit af en toe wel wat, wat humor in. Ja, en eigenlijk krijg je dan inderdaad een heleboel, en dat lijkt inderdaad op Ruben van Cruzewees, dat hij daarna eigenlijk allemaal struggles krijgt. Hè. Dus hij moet natuurlijk uh, met die tijger, daar zit natuurlijk een hele scène in eigenlijk, dat hij een soort van domteur gaat spelen over die tijger, om die tijger een beetje... Uh, Koest te krijgen. Want hij is in het begin natuurlijk heel bang voor die tijger dat die tijger hem gaat aanvallen. Dat je ook denkt, hoe overleef je dat? Maar op een of andere manier heeft hij iets bedacht of zo, dat ze het van elkaar ja, hij heeft een, hij samen heeft kunnen zijn. Hij heeft een reddingsfluitje, dus hij fluit heel hard en hij schreeuwt. Waardoor die, 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 die tijger imponeert. En Alsof hij in het circus. Ja en hij plast over de hele boot heen om zijn territorium af te baken. Pi dan in dit geval. Uh, hè, dus dan zegt hij ook: Ja, mijn naam is Pi en ik heb ik heet niks voor niks pis dus ik pas ja. over die hele boot heen nou dus daar zitten wel redelijk uh, grappige scènes in op dat vlak hij weet en, natuurlijk uh, veel van dieren door zijn uh, jeugd en hij kan natuurlijk heel goed zwemmen dat scheelt ook weer dus dat ziet er allemaal niet uh, voor niks in het verhaal nee en, alleen uh, alleen dat was dus wel een ding is zeg maar op een nee. gegeven moment als je daar bent dan denk je oké okay, ik snap waarom je dat die die dat eerste stuk doet eigenlijk in die dierentuin met die ouderen. want het is nodig en je kan niet helemaal zonder uh, maar het, het toen ik dat las, begreep ik wel een had ik wel een beetje iets van... oké, okay, ik weet nou waarom die karakters zo eendimensionaal zijn... en waarom het een beetje voelt als dat je dingen aan het opdruinen bent... in het eerste gedeelte van het boek. Omdat je heel erg het gevoel hebt dat hij een lijstje aan het af... Ik heb bijna het idee dat hij zeg maar, dat, dat, dat stuk op die boot eigenlijk geschreven heeft. En toen dacht ik, oké, okay, sommige dingen zijn niet helemaal duidelijk... dus ik moet een beginstuk schrijven en dit zijn de punten die terug moeten komen. Want eigenlijk ieder punt wat in het begin van het boek wordt, wordt verteld... komt daarna terug... En daarmee heb je een beetje uh, het risico in ieder geval. ik vond, vond dat wel een beetje een, een, een nadeel aan het boek. Is dat punt, je ook ja. wat je ook wel eens hebt aan sommige detectives. Is dat als er iets wordt genoemd, dat je weet dat als er iets genoemd is aan het begin van het boek, weet je wel, dat als je een detective hebt en ze zeggen. Oh, we liepen, liepen de kamer binnen. En er lag een, uh, weet ik wat, er lag een broodmes op het aanrecht, zeg maar. En alles wat benoemd wordt is altijd uiteindelijk iets van een moordwapen of wat dan ook. Er blijft eigenlijk te weinig over voor de verbeelding van de daardoor lezer. Wordt er blijft er inderdaad te weinig over voor de verbeelding. En daardoor blijft er ook verliesje op een gegeven moment ook wat, wat spanning, vond ik, in het boek. Oké, okay, ja, dat snap ik op zich wel. En, en, en hoe vond je dan die, die scènes op zee? Want hij gaat dus vis vangen en in zee schildpadden eten. En dat wordt allemaal heel uitgebreid beschreven, hoe hij dat allemaal gaat vangen. En hoe, hoe vond je dat om te lezen? Nou, ik dat is ik weet niet hoe ja, jij dat ziet, maar dat, dat vond ik wel, uh, dus dat vond ik wel gewoon leuk om te lezen. Dus ook omdat da, het origineel wel voor mij, is of of uh, ja, omdat je toch benieuwd bent hoe hij uiteindelijk gaat, 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 gaat uh, hoe die het gaat, uh, hoe die het gaat uitvogelen en waar het naartoe gaat en hoe hij dat dan doet en en, en en zeker op die boot zelf ook blijft er ook wel een spanningsveld van. Oké, okay, gaat hij het redden? Um, gaat de tijger hem toch aanvallen? Of Continue niet? dreiging Wat, van die. Ja, tijger. en er komen ook wel, door de loop van het verhaal op de boot, komen er natuurlijk ook iedere keer wel nieuwe elementen toegevoegd aan het verhaal. Dingen die gebeuren op die boot. Uh, van buitenaf die het wel interessant houden die wel denk ik iedere keer oh er gebeurt weer dit en er gebeurt Blijf weer dat blijft in beweging ja. het verhaal dus, dus ja. ja ik weet niet jij blijft het bij jou blijft het ook interessant of vond je zeg je van nou ik vond eigenlijk het eerste gedeelte en eigenlijk blijft het blijft het kwaliteit ik vind dus wel dat het boek zeg maar naarmate je weer verder komt in het boek het eigenlijk steeds beter werd. zeker ja het stijgende leiding vond zeker ook het einde Sloep best wel in als een bom misschien wel. En uh, gewoon dat, dat hele unieke decor van, van de grote oceaan, dat iemand daar moet overleven. Je ziet het zo erg voor je, omdat de schrijver het zo gedetailleerd omschrijft. En de geuren beschrijft en de kleuren en, en de honger en de eenzaamheid. Dat je het echt helemaal voor je ziet. Het is bijna, bijna een film, zeg maar. Dat, dat vond ik er heel sterk aan. Ja. Um, je ziet hem die krabbetjes vangen en die zeeschilpad. En tuurlijk, je kan je natuurlijk niet voorstellen hoe het is. Weet je, wel, je, je voelt je wel angstig, maar je denkt wel van: hoe kun je zoveel honger en dorst hebben? En niet gewoon heel erg ziek worden in natte kleding. Nou, dat wordt je op een gegeven moment natuurlijk ook wel. Ja, dus nee, dat, dat, dat is inderdaad. Wel, inderdaad dat, daardoor was ik op een gegeven moment wel zeg maar gegrepen door het verhaal. Het duurde bij mij ook even. Maar toen ik eenmaal, ja, met pie op de oceaan was, toen was ik wel. Gegrepen en ik, ik, was ook gewoon, ik zat ook constant te denken, is dit nou, zeg maar, moet dit nou een fantasiedroom voorstellen? Of is dit echt gebeurd, zeg maar? Ik zat daar ook wel een beetje mee. Maar in principe kun je dat ook gewoon volledig loslaten en gewoon genieten van het verhaal. En, um... Ja, want je zegt ook, hè, je, je vond het heel filmisch. Je, je, uh... Ja. Uh, Daarna heb ik natuurlijk ook de film bekeken. En, en heb je dan ook het idee dat die film, uh, nou, dat kwam het goed uit de verf, zeg maar, in de film. Ja, ik vond het heel goed uit de verf komen. Ik vond sowieso wat me gelijk opviel... Ik vond de muziek echt heel mooi. Heel ja. ontroerend ook. Ik denk denk Indiase muziek ook veel. Uh, ja, het, ik weet niet of het echt per se... Maar er zitten sommige elementen inderdaad wel. Soms natuurlijk ook wel gewoon... Uh, ja, gewoon, uh, ja, gewoon veel muziek, om het zo maar te zeggen. Maar inderdaad wel hele goede muziek. Echt Even, hele goede muziek. Overigens ook een Oscar gewonnen voor, uh, voor beste score, als ik het goed zeg. Oh ja, nou dat Vier vind ik echt Die Vier Oscars gewonnen in die prijs. Dat is ook oh, echt wow. wel bizar. Nou ja, en... en dit is natuurlijk, denk ik, best wel een geweldig verhaal om te filmen. Het lijkt me wel super moeilijk om te filmen. Maar, en super moeilijk om te spelen. Maar ja, het is wel echt een heel goed verhaal voor een film. En ik vond het heel goed uit de uh, verf komen. De, de acteur. Ik vond sowieso alle acteurs die Pi speelden. Want je had denk ik drie acteurs die Pi uh, moesten spelen. Ja, drie als jongetje inderdaad. en tiener en um, Zo was volwassen. Man. Want hij zat denk ik al 16-jarig op die boot. Ja, zoiets. Nou, ik vond die het alle drie super. ...per geloofwaardig spelen. Ja. Heel veel emotie. Vooral eigenlijk die 16-jarige Pie, zeg maar... ...die heeft denk ik het grootste gedeelte gespeeld. Ja, en ze hebben ook gewoon... Uh, ...acteurs uit India gewoon uh, daarvoor gebruikt. En dat ja, is gewoon... ...en die, wel, die dan wel Engels talig spreken. Dus maar je wel dat, maar zeggen van, dat accent, Engels, weet je. Dat maar krijg daardoor, je wel het gevoel. Ja, daar krijg je wel niet echt... Het soort van, ...dat soort van alsof je een South Park aflevering... ...aan het kijken bent... ...en iemand een Indiaans accent doet of zo. Dat echt heel verschrikkelijk is. Nee. Dus dit voelt wel gewoon echt authentiek aan. En, heel uh, authentiek, uh, ja. En, en, en ook de en, dieren ja. natuurlijk. En gewoon met die dieren. Dat is wel. Het grootste deel is dan wel met de computer gedaan. Zo'n CGI-dingen. Maar ja, opnieuw. Dit is 2012. En je ziet wel dat die techniek. Uh, ja, Dat ze dat echt in de vingers hebben. Het ziet er wel. Uh, nou ja, het is bijna niet van echt te onderscheiden. Dieren geluid, tenminste denken. Dat vond ik ook dus zoiets lijkt me wel echt gaaf als het ooit nog een keer toch in de bioscoop komt. Dit lijkt me dat wel heel tof. Ja. Um, Sowieso gewoon een uniek verhaal over dieren, dat, dat sprak mij wel aan. Ik, ja, op een gegeven moment, ik vond het soms uh, in het verhaal even over het boek nog. Je had in het begin een beetje dat de wisseling van perspectief, dus tussen de uh, schrijver die vertelt over het proces van het schrijven en het perspectief van Pie zelf. Dat vond ik soms een beetje verwarrend, maar ik denk dat dat komt door het luisterboek. Want ik denk als je gewoon het boek op papier leest, dat je gewoon wel meer door hebt wie is wie. Ik vond dat soms een beetje, voor mijn ja, gevoel, van de hak op, beetje, hak op de tak springen. Dat vond ik wel in het begin een nadeel. Maar op een gegeven moment lees je gewoon vanuit pie en dan zat ik helemaal in het verhaal op de oceaan. Ja, ja, dat lijkt ook gewoon beter bij de schrijftel, bijna van de schrijver te passen... door gewoon een heel beperkt aantal karakters en hele compacte scènes bijna te hebben. Want wat um, vond je eigenlijk van pie qua karakter? Ja, <laughs> Moeilijke vraag. <laughs> ik ben wel benieuwd. Vond je hem uiteindelijk beter mm. uh, uitgewerkt, zeg maar uitgediept? Want ja, je, leest, je leert hem kennen van jongs af aan totdat hij veertig is ongeveer. Ja, ik, 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 ik laat ik het zo zeggen. Ik denk in, in real life zullen P en ik geen, uh, geen uh, hechte vrienden worden, denk ik. Um, om het zo maar even te zeggen. Is je het uiteindelijk goed uitgewerkt? Ik, ik, ik. ik eh, en beperkt, moet ik eerlijk bekennen. Ik weet niet hoe jij dat ziet, maar ik vind eigenlijk dat zijn beweegredenen te weinig in kaart worden gebracht. Ik, ik snap niet... Ik kan niet goed zijn beweegredenen snappen en ik snap Zoals? ook bijna niks. Nou, iedere keer als er iets gebeurt, dan begint hij weer over dat... Dat, 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 hè, dat is ook een beetje waar de, waar de, waar de schrijver zelf ook hè, over begint in het boek. Over begint. Iedere keer is het van God dit en God dat en dankjewel God en... Uh, maar weet je wel, en, en ik, ik, ik snap niet waar, waar dat vandaan komt. En, uh, en, en ook inderdaad over, ja, moet hij dan die tijger beginnen? Hey, zeker in het begin dan moet, en gaat hij die tijger doden of gaat hij die tijger niet doden? Of wat gaat hij daarmee doen? Of gaat hij het over. Ja, daar wordt, daar wordt niet uitgelegd waarom hij nou de keuze maakt die hij maakt. Hè? Hij, hij redt dan de tijger uiteindelijk, maar waarom? Waarom redt hij de tijger? Geen idee. Maar is dat niet juist wat je net zegt, dat je als lezer ook een beetje iets wil invullen? Ja, maar daardoor, heb je wel, daardoor voelt Pi aan... Ja, dan zou ik hem misschien moeten invullen, maar ik kan totaal niet zijn beredenering. Kan ik? lukt mij in ieder geval niet om te beredeneren hoe hij denkt. Dat, ik snap niet hoe hij denkt, zeg maar. Zijn gevoelens vond ik persoonlijk wel goed uitgewerkt, maar je, je, voor jou was hij dus een beetje plain, dat karakter. Ja, en, en maakt hij vreemde beslissingen soms. Zoals? Ik ben wel benieuwd. Nou, sowieso dat hij die tijger redt. Waarom zou je die tijger redden? Dat, dat alleen al vond ik een hele, hele vreemde actie. Dat komt wel naar voren in het einde. Want gaan we het einde vertellen, of niet? Ja, weet ik niet. We kunnen misschien wel vertellen wat we ervan vonden. <laughs> in plaats van echt vertellen wat er gebeurt. Als je dat hebt gehoord. Oh ja, maar misschien ja, maar ja, is dat wel leuk. Een beetje, dat we... maar... Want... Ik, ik wil niet jou nu weer onderbreken over wat. Maar je vond hem dus gewoon niet helemaal. Je kon nee, hem gewoon niet helemaal volgen. Vond jij, wel, vond jij Pie wel echt een, 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 een topper? <laughs> vond ik Pie topper? Nou ja, ik vond hem wel heel moedig en heldhaftig. En heel knap. Ik bedoel, ik, ik zou denk ik geen drie dagen overleven op zo'n boot. Absoluut niet. Daar had ik wel heel veel bewondering voor, zeg maar. Dat is dan het idee. Je doet alsof hij daar echt is geweest. Zeker. Dus daar had ik wel veel bewondering voor. Ik miste misschien soms ook een beetje uitwerk van personage. Ik weet ook echt niet wa waar het hem dat nou precies in zit. Wanneer je dat hebt, wanneer het je zeg maar raakt en wanneer het je minder raakt. Ik had wel het einde van het verhaal raakte me dan best wel weer. Maar misschien was het ook gewoon dat er heel veel gebeurde in het verhaal. En het niet super. Er was niet heel veel tijd om het uit te werken of zo. Dus dat het misschien iets te ja, snel ging. Ja, en uiteindelijk weet je dat een van de dingen die. die uh, Pie verandert niet eigenlijk door het boek heen. Hè, dus Piet die eigenlijk um, in die dierentuin zit, helemaal aan het begin van het boek, is iemand die gelooft in meerdere goden, die gek is op dieren en um, die overlevingsinstinct heeft in India. En uiteindelijk overleeft hij 227 dagen op een boot. Komt hij aan in, uh, in, in Mexico, strand die uiteindelijk uh, komt Eerst hij komt aan. Eerst komt hij nog langs een heel bijzonder eiland. Ja, oké, okay, maar goed. Precies. Ja. Dus hij, hij, maar hij overleeft 270 dagen op zee. Hij moet ook gewoon dus ja, dan hij je komt daar je hem misschien aan. Nog niet kennen. En Dat kan ook hoe wel. is Pi dan? Pi is nog steeds iemand die nog steeds gelooft in God. Nog steeds iemand die uh, houdt van dieren. En nog steeds iemand die, uh, die uh, doorzettingsvermogen heeft. En Misschien... niet, zijn karakter is gewoon totaal niet. Zeg maar die, die, maar het dat heeft, hele stranden. Ja. En ook zelfs het hele overlijden van zijn familie. Heeft eigenlijk zo goed als niks met hem gedaan. Nee, dat is niet waar. Daar ja. ben ik het niet mee eens. Nee, maar ik bedoel, als karakter. Wat, is, wat, is, wat heeft hij veranderd in zijn gedrag nadat dat gebeurd is? Nee, ja kijk, daar gaan we toch even over het einde. Want dat heeft niet niks met hem gedaan. Ik vind wel dat hij emotie laat zien uh, op het einde. Nee, maar ik bedoel, er is niks veranderd essentieel aan hoe hij in het leven staat of maar dat, hoe hij ja, zich draagt. Misschien niet, maar ik denk dat dat ook wel komt... omdat je echt zijn overlevingsstrijd meemaakt. En ja, je eerste uh, behoefte of je eerste instinct is overleven... en zorgen dat je eten hebt. En dan is er misschien ook niet heel veel ruimte voor rouw en overdenking. Misschien is dat ook niet het idee van dit boek. Maar ik snap wel wat je bedoelt, hoor. Nee, maar als je bijvoorbeeld... Uh, misschien een slecht voorbeeld. Als je gaat kijken naar Robinson Crusoe... Die, is wel een die, heel ander is een heel ander niet. boek, ja, maar die, die strand ook, en die strand veel langer, hè, we, daar gaat het echt om tientallen jaren dat hij dat op een eiland is, whatever. Maar, ja. maar als die uiteindelijk eigenlijk terugkomt, is hij zo veranderd en is de wereld zo veranderd dat hij dat niet meer past. Hè. Hij, 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 alles is veranderd. Hij, zijn, zijn blik op de wereld is veranderd, zijn manier van leven en doen is veranderd. Uh, Um, en, en en dan Snap komt hij ik. terug uiteindelijk in zijn in zijn in zijn vaderland. En daar gaat en dit verhaal ook niet daarmee... over. Natuurlijk. Nee, maar, maar daarmee zie je dat dat het karakter heel erg verandert. Is. ja een ontwikkeling door maar echt een je ontwikkeling, ontwikkeling door een en beetje en iemand die aan het begin en aan het einde is is totaal iemand anders ja, kijk het zou ik stel het, je ja. voor stel je voor dat hij, als hij aankomt in Mexico en weet je hij is nog steeds geloof nog steeds in God en whatever, maar hij heeft inmiddels bijvoorbeeld een hekel gekregen aan dieren omdat hij zo bang is geworden voor tijgers wat nou waardoor hij niet meer dus maar hij iets. heeft juist overleefd met de tijger... dus hij heeft juist minder angst gekregen voor tijgers oh, zo maar. zie ik het een beetje ja maar daarmee dan had hij misschien moeten doen dat hij en dat doet hij wel een beetje maar in eerste instantie is Pi niet bang voor tijgers. Dan maakt zijn vader hem bang voor tijgers, en dan wordt hij weer niet bang voor tijgers. Je had beter kunnen hebben dat hij heel bang voor tijgers was, of van oorspronkelijk. Dat zijn vader tegen hem zegt van, hey Pi, je hoeft niet zo bang te zijn voor tijgers, en dat hij dat pas leert op de boot. Dan ontwikkelt het karakter Pi zich veel ja, meer miste de op de boot. En, en ja. goed, dat is heel veel mijn, mijn, ja. mijn smaak. Maar dat miste ik een beetje. Okay, en dat miste ja, ik eigenlijk nee, ook bij andere karakters. Dus, maar uh, is dat eigenlijk... uh, ja. Ja, dus, maar... Maar in elk geval... <laughs> dus, ja, wat, ja, ja, ja. ja, ik snap heel goed wat je bedoelt. Alleen wat voor mij meer de crux of zo van het verhaal was, is dat uh, zeg maar de, de uiteindelijke uitkomst van het verhaal. Ja, nou, spoil die shit. Um, ja, als <laughs> mensen het nog niet hebben gelezen, nou ja, het is eigenlijk ook wel in heel veel interviews en zo. Dat Precies. vond ik trouwens weer een nadeel van de film. Dat zal ik zo even ja, zeggen. Ja, dat was echt niet best. Dat... Was het boek echt wel twintig keer beter. Um, Zet nou ja. nu uit, gaat het boek lezen en komt dan ja, terug. Ja, precies. Ja. Maar goed, dan... Uh, nou ja, Pi die heeft allemaal uh, verschrikkelijke dingen meegemaakt. En toch overleeft hij het. Um, ja, wat we net zeiden over de tijger. Die tijger die verdwijnt uit het niets. Hè. Zodra die aan land is, is de tijger verdwenen. En het doet hem heel veel dat hij geen afscheid heeft kunnen nemen. Maar goed, hij wordt ondervraagd door onderzoekers over de Simpson. Dat is dat Japanse schip. Dat is gezonken, want dat is natuurlijk een, een, een raadsel een fenomeen. Wat is daar gebeurd? Dus ze ondervragen hem met allemaal hele wetenschappelijke vragen en ze willen bewijzen. Hij vertelt het hele verhaal over de dieren. Nou, dat vinden ze een belachelijk, ongeloofwaardig verhaal, kan nooit kloppen. En dan zegt dus van, uh, ik vertel het even omdat ik het, omdat wij dat allebei wel een goede vergelijking vonden volgens mij. Uh, dan vertelt hij dus het verhaal zonder dieren. Ja. En met mensen. En wat er dan, wat je, ja, hoe ga ik dat uitleggen? Zijn moeder is erbij betrokken, een verschrikkelijk gemene kok en een matroos die wel heel lief is, twintig jaar is maar gewond is. Ja. En dus daar, hij vertelt dus ja. eigenlijk hetzelfde verhaal nogmaals tegen die onderzoekers, alleen dan zijn eigenlijk opeens worden dus alle dieren worden mensen. Ja, moet ik korter de bocht te op, zeggen. Even kort samen, het kort samenvatten inderdaad dat en uh, ja. ja. En dan zegt hij aan het einde zegt hij, hey, maar vind je nou eigenlijk uh, vind je welke ver, Zijn welke moeder ver... is eigenlijk die orang-oetan Nu doe ik een beetje hetzelfde als in film. Precies. Maar... Me, dus, precies ja. dus die film die koudt het echt gewoon helemaal vol. Ja, want dan je. vertelt hij dat verhaal. Dat Niet vertelt hij super goed, denken. die acteur. En dan zegt hij: Oké, okay, dus je moeder was de orang Oetang. En de matroos was de zebra. En de hyena was de kok. Weet je wel zo. Dat ja, dat dus normaal ik... is ook als je in de bioscoop zit. En je hebt een of andere irritante persoon zitten. Die dat doet in, in de bioscoop. En niet achteraf wat dan ook tegen zijn vrienden. Uh, maar, maar iemand die dan helemaal gaat lopen uitkouwen. Misschien ben ik dat soms, whatever. Uh, maar Maar nou, ik moet wel eerlijk zeggen. Ik had die, vergelijking, de film zelf, zelf al. Ik had die vergelijking zelf ook niet gelijk gelegd. Bij mij duurt dat altijd even wat lang voordat ik dat in zich heb. Maar jij zei wel van. hey, eigenlijk is gewoon zijn moeder de orang Oetang. Want dat hij hield heel veel bovenop. van die aap. Die moeder kwam ook. Ik, ik ging daarna nog het begin nog een keer herlezen. En toen zag ik ook: oh ja, die moeder komt ook met een tros bananen aan. Uh, bij de sloep, weet je wel. Ja. Uh, die aap is ook, uh, Oran Oetang, is ook moeder van twee zoons. Uh, ja. Nou ja, dat soort dingen. Dat, dat is wel echt leuk om te lezen dat u dus die vergelijking heeft gemaakt. En dus eigenlijk die dieren heeft gebruikt voor symbolen. En dat u dan ook vraagt aan die mensen: want het is een verschrikkelijk verhaal. Het is heel veel doodslag en echt gruwelijke dingen. Dat moeten we wel bij zeggen. Er zitten echt wel bloederige, gruwelijke dingen in. Ja. Met onthoofdingen en al. Ja. De aap en de moeder worden ook op dezelfde manier. Nou ja, dat moet je er maar lezen. Maar dan vraagt hij ook aan die onderzoekers: wat vinden jullie het mooiste verhaal? Het eerste of het tweede? En het is allebei niet te bewijzen. Je moet het allebei van mij aannemen. En dat is een beetje het verhaal. En dan zeggen ze: ja, het eerste verhaal met het dier is toch wel het mooiste. En het, het, het wonderbaarlijkste verhaal. Ja, en dat is dan eigenlijk een beetje. Eh, precies, en dat is natuurlijk een beetje wat hij dan zegt, dat, hij, dat, je, dat je gaat geloven. Eh, want je zegt hij zegt eigenlijk allebei zijn vrede en gruwelijke verhalen. Eh, maar hetgene wat er het mooi is aangekleed, dat is hetgene wat jij eh, wil geloven. En dat is eigenlijk hoe ik, eh, hoe ik het leven nu zie. Nou ja, en ja. Nou ja, goed, dat is, een, dat is een keuze die de schrijver maakt. daar. Wat ik wel fascinerend vond was dus met de tijger. Dat jij zei het ook eh, tegen mij, terwijl we aan het lezen waren en de film aan het kijken waren, elke keer de tijger is hij dus eigenlijk. Zelf, tenminste, ja. dat denken wij. Want elke keer als hij dus moet, en Misschien dat moet je nog de film even iets veel meer zo. uitkouwen. Net als, de ja, film. net als de film, ja, precies. Ik doe het nu precies hetzelfde. Maar in elk geval, uh, elke keer als hij gaat doden, dat dan die tijger. Weet je wel dat dat. Dat hij dat doet. Ja, dat, ah, ja, dat, ja, dat vond ik wel goed eraan geschreven. Dat, 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 dat ja. geeft toch wel een extra waarde aan het verhaal, vind je niet? Of vind je dat het net zo goed was geweest als het gewoon dit verhaal op de Oceaan was zonder die vergelijking? Het was minder uniek geweest. Maar ik, ja, goed. Laat ik het zo zeggen. Ik denk. Ik weet niet hoe, hoe ja, kijk, Mijn korte mening is: het is best wel een interessant boek. Het is best wel een mooie film. Um, maar het had veel beter kunnen zijn. En denk ik: en de film of het boek? Allebei. Uh, oh, dat, ja, oké. Okay. Uh, ik, ik weet niet wat jij vond. Wat vind jij? Ik, nee, ik vond, uh, ja, het, het is zeg maar niet een, een boek wat ik zeg maar, uh, ik weet, ja, hoe zeg je dat? Het is niet een boek die ik echt op mijn nummer één zet, maar ik vond het wel gewoon heel, heel goed beschreven. Uh, goede research zat erin. Het is gewoon een heel uniek verhaal. Um, ja, ik, ik, ik ben zelf niet gelovig in die zin, dus misschien heb ik er dan ook net iets, iets minder mee. Um, maar ja, ik denk toch wel een aanrader. De film sowieso ook zeker. Ik vond het wel, zeg maar, een, een goede vertolking van het boek. Dat is ja. lang nee, niet dat altijd Nee, dat is zeker waar. De, 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 dat is, uh, het is goed verfilmd. En het einde... Ik, sorry als ik het een beetje heb uitgekomen... maar dat is zeker wel de moeite waard om het te lezen. En, en vooral gewoon, denk ik... de relatie tussen de tijger en, en Pi. Ik denk dat we daar misschien al wel over eens zijn... dat dat dan nog wel het uniekste is... aan het verhaal dat, nee, dat beschreven is. Dat, dus je moet het ook maar kunnen bedenken. Ja, dat is uiteindelijk, dat is uiteindelijk het, uh, het beste. Ja. Dus okay. ja. En nou. uh, als je meer boeken over dieren wil lezen... ga nog meer boeken lezen van... Jan Martel, ja of, we, of, of lezen gewoon onze of we onze podcast over de Animal Farm. Dat is ook altijd een al. Ja, gaat aanrader. ook over dieren, niet op de Oceaan. Lees Animal Farm <laughs> Ja, zeker als je die nog niet gelezen hebt. En ja. Uh, ja, ook goede voorlezer, dus luisteren is ook altijd leuk. En wij gaan ons denk ik een beetje voorbereiden op wat we de komende weken gaan lezen. Vakantie komt er ook aan, dus wij gaan even bedenken wat we allemaal gaan lezen. Denk ik hè? Ja. Welke ja, boeken? We zijn uh, ook benieuwd lezen. wat jullie gaan Lekker lezen. Doorlezen. Of jullie uh, al een boeken stapeltje klaarbeleggen voor de zomervakantie. Altijd goed natuurlijk. Lekker veel tijd om uh, te lezen. Daar um, ga denk ik nog even wat thee schenken. Ja. In de grote dierenmokken voor ons. Precies. Nou, dankjewel dat je boeken wilt bespreken. Graag gedaan. En uh, tot de volgende keer. Weer, ik vind het altijd leuk hè, als mensen recensie achterlaten. Ja. Wat je van onze aflevering vond. Superleuk! Je kan natuurlijk ook het abonneren via jouw podcast-app. En dan heel graag over twee weken.